Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Zeker na het aanzien van deze sprint. Tijdens de sprint had ik ook echt wel nog meer te hopen. Ik moet nog even precies de camerabeelden terugzien hoe het uiteindelijk is gelopen. Maar voor mijn gevoel schoof die Quickstep, ik weet eigenlijk niet, wie was het? Jordi Warlop, die werd in ieder geval vierde. Ja, die werd vierde. Ja, die viel nog een beetje stil. Maar die ging aan en die sluit het ook eigenlijk op voor mij op links. Dus daar kon ik niet meer doorheen. En toen moest ik eigenlijk heel even mijn been stilhouden en opnieuw gaan sprinten. En toen zat er niet meer in dan de derde plek. Ik ben blij met het resultaat. Maar er had wellicht meer in gezeten omdat ik echt perfect gepositioneerd zat. Ik zat wel echt helemaal kapot op die klim. Dus in dat opzicht, terwijl in het midden van de klim had ik nooit gedacht aan een derde plek. Dus achteraf ben ik er wel blij mee, tevreden. Van de week spraken we elkaar, toen zei al van ja, het is een beetje tiende in de Muscat Classic. Dat was al één top 10 meer dan je rottige jaar vorig jaar. Ja. Nu alweer podium. Ja, dat gaat toch wel lekker. Dus ik kan ik alleen maar blij mee zijn eigenlijk. Ik ben zeker nog niet in de vorm waar ik moet zijn. Dat merkte ik gisteren vooral. Ik word daar gelost met zeker nog 35 man in het peloton. Ja, word je 37ste. Ik had gewoon gehoopt op een betere vorm. Dat is niet zo, maar om toch nog een derde plek uit te slepen is mooi. En dat is dan nu voor de rest van deze nog één etappe te gaan, een lastige bergrit. Dat is dan vol werken voor nog je kopmannen die nog een klassement kunnen rijden hier? Ja, uiteraard. Dat is gewoon vol voor onze drie jongens. We hebben eigenlijk drie jongens die nog dichtbij staan. Ik denk dat Kian het meeste liet zien gisteren. Dus het is een perfecte klim voor hun alle drie eigenlijk. Het zijn lichtgewichten, dus ja, heel veel zin in. Ik denk dat we een mooie prestatie neer kunnen zetten. En ja, wellicht kunnen gaan voor de overwinning en ploegen met klassement ook nog kunnen meenemen. Dus mooie dag gaat het worden, denk ik. In ieder geval voor jou met een goed gevoel uit het Midden-Oosten vertrekken. Ja, zeker weten. Het was sowieso een mooie trip. Veel nieuwe dingen gezien hier. Anders koers dan in Europa. Dus ik ben heel blij met deze trip naar Oman. Dankjewel.